Deventer is ontstaan rond de 8e eeuw na Christus. Er is in ruim 12 eeuwen veel veranderd. Deventer kende een grote bloei in de late middeleeuwen. Ook in de vorige eeuw is de stad enorm gegroeid. Steeds werden er nieuwe wijken gebouwd rondom de oudste kern. De gemeente telt binnenkort zijn 100.000ste inwoner. Op zulke momenten is het van belang om goed te kiezen. Door goed te kijken, te analyseren en te luisteren komen doordachte plannen tot stand. Zo kan de gemeente het leef- en werkklimaat in de stad en de dorpen verbeteren. Op dit moment werkt de gemeente aan toekomstbeelden voor 2030. Hoe ziet Deventer er straks uit voor de kinderen van de kinderen van nu? Hoe kunnen we voorsorteren op de toekomst? Hoe kunnen we ook dan weer in een samenleving van morgen en overmorgen producten leveren, diensten leveren, ja, die eigenlijk passen bij de vraag van morgen? Noor wordt in 2030 30 jaar. Wat vind je op dit moment leuk aan Deventer? De gebouwen zijn leuk en ja, je kan er gewoon veel spelen. Nou, tikkertje of verstoppertje. En we gaan soms ook eenwieleren. Dat je gewoon bij het water kan spelen. En in de zomer kan je erin zwemmen. Spelen, werken, wonen. Door een helder doel te formuleren, nemen de kansen aanzienlijk toe dat de plannen ook worden gerealiseerd. Burgemeester Andries Heidema vindt drie thema's van groot belang. De kunst van een toekomstvisie is om niet te blijven stilstaan bij het heden, maar na te denken over die toekomst en er eigenlijk ook voor te sorteren. En ja, dat betekent innovatie. Duurzaam betekent dat Deventer niet alleen een plek nu is die we met elkaar nu aan het opconsumeren zijn, maar een plek is waar je ook over 25, 30 jaar nog steeds met plezier kunt wonen, werken en recreëren. Hoe kun je er nou voor zorgen dat Deventer een plek is waar iedereen, wie je ook bent en wat je ook bent, waar je je thuis kunt voelen. En ja, dat betekent dat mensen op elkaar betrokken zijn. Directeurstrategie Flora van Houwelingen wil graag dat burgers meedenken. Via allerlei soorten manieren. Dus dat kan zijn door debat, maar dat kan ook zijn digitaal, via filmpjes, nou YouTube, Deventer-achtige dingen. Tot en met hoog in de bomen nadenken over ingewikkelde problemen, dus dat kan eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Albert Dedde is een van die burgers. Hij woont ruim 30 jaar in Deventer en heeft daar zijn bedrijf Space Cowboys samen met Paul Keizer. Door iedereen te betrekken krijg je veel ideeën. Door dit soort dingen te doen leer je elkaar kennen en je leert elkaars zienswijze te respecteren. Dus dat kan alleen maar gunstig zijn voor de groei en ontwikkeling van een stad. Of een straat, of een dorp. Daarom inventariseert de gemeente samen met de inwoners waar de kansen liggen voor de toekomst. Samen in kaart te brengen, waar liggen de kansen, waar liggen de uitdagingen. En ook na te denken over wat kun jij dan doen en wat kan ik dan doen en wat kan jij doen om samen die ambitie vorm en inhoud te geven. Er wordt ook wat ons betreft een 21 minuten debat gevoerd na de zomer, waar eigenlijk iedereen op allerlei manieren aan mee kan doen. Een van de thema's is innovatie, onder andere voor het bedrijfsleven. Vernieuwingen zijn een basisvoorwaarde voor een duurzame, gezonde bedrijfsvoering. Ingeborg Griffioen is een ondernemer uit Deventer. Het zou mij als ondernemer helpen wanneer Deventer het thema creativiteit en innovatie heel duidelijk profileert. Dus niet alleen een plan is, maar ook heel duidelijk de kans geeft om het als zodanig in het vaandel te hebben van Deventer. En daar bedoel ik mee dat er zoveel creatievelingen zijn in Deventer, als die er betrokken worden om daadwerkelijk iets te creëren waardoor het op de landkaart komt als de creatieve stad van Nederland. Nou, dat zou super zijn. Dat zou alleen maar veel meer bedrijven hierheen trekken en ook meer creatievelingen hierheen trekken. Beetje conform het oude principe van de Hansestad. Er is natuurlijk een hele grote discussie gaande over het nieuwe stadhuis. Ik vind bouwen in een stad, inbreiden in een stad met zo'n gewaagd ontwerp, ja, dat is interessant. Ik vind dat interessant. Het ontwerp zou niet mijn keuze zijn geweest, maar zo bouwen, vernieuwend bouwen, vind ik de moeite waard.
combinatie van oude cultuur en een hele duidelijke focus op creativiteit leidt tot veel meer werkgelegenheid. En dan op een hele goede, kennisintensieve manier. Dus als je de stad al hebt en je hebt de infrastructuur, het ligt zo dicht bij de A1 en bij de snelwegen, bij de, ook bij het treinennet, zelfs bij het water. Ja, dan moet je eigenlijk als centrum gaan profileren voor heel veel mogelijkheden. En dus helemaal op het gebied van innovatie. En het sociale, Deventer is altijd van het sociale geweest, maar ook daarin zijn heel veel veranderingen. Je ziet de samenstelling van de stad veranderen. Je ziet hier ook demografische ontwikkelingen. Het duurt iets langer bij ons voor de vergrijzing toeslaat. Maar je ziet ook verkleuring, allerlei nationaliteiten. Nou, wat kan dat betekenen voor Deventer van de toekomst? En natuurlijk ook duurzaam, want de energievoorraad is eindig. En de effecten van CO2-uitstoot zijn voelbaar. Ik kan het nieuws niet openslaan of het gaat op dit moment over duurzaam op alle terreinen. Wij doen ook mee aan CO2-uitstoot en al dat soort dingen. Dat kun je niet tegenhouden. Hè? Die grenzen zijn daarin ook open. En wat kunnen wij daar op wat voor punt ons steentje bijdragen? En dat heeft dus tot gevolg dat je na kan denken over hoe gaan wij in de toekomst bouwen. Hoe gaan wij met ons groen om, waar Deventer heel veel van heeft. Hoe zullen wij recreëren? Er moet wel genoeg speelruimte blijven. Net tot er minder afval op straat ligt en tot gewoon goed aan het milieu gewerkt wordt. Samen te zoeken naar wellicht onze ambitie, waar willen we heen. Ja, dat is de manier om ook gerichte energie te krijgen. Dat we met elkaar als Deventernaren zoiets hebben van daar willen we heen en daar wil ik mijn steentje aan bijdragen. En dat daar nog een hoop over te doen valt, dat is alleen maar goed. Want dat betekent dat een heleboel mensen zich druk gaan maken over die stad. Door nu mee te denken over je eigen toekomst, over de toekomst van je eigen woon- en leefomgeving, heb je nu een kans om hem ook mee te vormen, om samen mee te denken over waar gaan we heen de komende 20, 30 jaar. En ja, pak je die kans niet, dat is een gemiste kans. Dus ik zou zeggen, pak hem aan.